Op initiatief van de stichting Konamus werd in 1987 het koor Vocal Society opgericht ter promotie van het Nederlandse lied. De leden van het koor komen uit onze regio. We zijn deze maandag uitgenodigd op de wekelijkse repetitieavond in de Hilt in Eemnes. Dorinde, jij bent bij het koor sinds het begin. Ja, ja, vertel eens wat van. Ik heb gezongen vanaf mijn jeugd. En al naar gelang waar ik woonde, zocht ik altijd naar een koor. En toen las ik een advertentie in de krant. John de Mol senior, die wilde een koor oprichten. Hij is gestart toen met een koor, ik denk, van ongeveer 35. En ja, daar zat er een beetje rijp en rot door elkaar. Ja, hoeveel zijn er nu, wou ik zeggen? We richten ons op maximaal 50 en op het ogenblik zitten we op 45 leden. Dat maakt ook dat we dus in verschillende samenstellingen kunnen optreden. Soms is het, als we buiten optreden, als we op een marktplein staan of zo, is het belangrijk dat je met zo'n groot mogelijke groep gaat. Dat oogt beter en je hebt meer volume, hoewel tegenwoordig met de techniek, dat scheelt natuurlijk ook. Maar we worden ook voor diners gevraagd of voor recepties en dan wordt het weer een kleinere groep. Dan kijkt de dirigent van, passen deze stemmen bij elkaar? Is dit verantwoord? Je moet natuurlijk de stemverhoudingen goed hebben. En de stemmen moeten goed bij elkaar kleuren. Maar dan kunnen we dus ook in kleine groepjes optreden. Is de dirigent al lang bij jullie? Ja, dan vraag je me zo wat. In ieder geval, dan moet ik eens even denken, in ieder geval bijna 20 jaar. Ja, dat is heel lang. Ja, hij is heel lang bij ons, ja. Ik kan er een paar jaar om liegen hoor, maar daarover val je me mee. Het doel was eigenlijk Nederlandstalige nummers te zingen. Ja. Er zijn nu af en toe, wordt er een stapje naar het buitenland genomen. Ja. Zijn alle nummers geschikt voor het koor? Nee hoor, lang niet alle nummers vinden we echt geschikt voor het koor. We willen eigenlijk ook nummers selecteren waarvan je zegt, nou, over jaren kennen we dat nummer nog, vinden we dat nog mooi. Noem maar het nummer Vluchten kan niet meer. Of nummers van Ramses Shaffi, Zing, Vecht, Huil, Bid. Dat zijn van die nummers die ook iedere keer op de hitlijsten voorkomen, maar die eigenlijk een soort eeuwigheidswaarde hebben, zou je haast kunnen zeggen. Ik ga niet zeggen dat ik iets tekort kom, geen idee, geen bedoel wat de smaak van honger is. Als ik geen zin heb om te koken, dan loop ik even naar de markt voor een boot gebakken vis. Als ik morgens geen zin heb om te werken, dan stel ik al het werk tot overmorgen uit. Dick, de liefde van het zingen, zat hij er al gauw in? Ja, al heel jong. Ik kom uit een zeer christelijke familie en het meegaan naar de kerk, waar heel veel gezongen werd. Ik zat altijd naast mijn vader en die kon uitstekend zingen. En toen is het eigenlijk begonnen. Hij zong vaak het tweede stem en dat heb ik ook daardoor geleerd. Een eigen huis, een eigen huis onder de zon. Een vrouw die ook uit Hilversum kwam en die zei tegen mij van Dick, moest luisteren jongen, ik weet een heel leuk koor, die zat dus ook op een ander koor en dat was Vocal Society, in Hilversum zongen we toen nog
En die heeft mij meegenomen. En toen ben ik een keer gaan kijken bij V&D waar ze een uitvoering hadden. Nou, ik was meteen verkocht, want het was Nederlandstalig en lekker een beetje pop, populaire muziek. Nou, vond ik fantastisch. Wat mij aanspreekt is de sfeer. We zijn echt een stel leuke mensen. Ja, we zijn ook heel sociaal. Dus bij ziektes of bij verjaardagen of wat dan ook, dan steunen we elkaar of we peppen elkaar op. En we zijn een leuk, gezellig koor met heel veel enthousiasme en heel veel power. En dat, ja, dat zegt ook iets van mij natuurlijk, want ik wil dat ook graag. Hoe vaak wordt er gerepeteerd? Eén keer per week.